Welkom bij een nieuwe aflevering van Bij ons in Nieuw-West. Anna van Lingen, 19 jaar en onlangs bekeerd tot de islam. Ik praat hierover met haar en moeder Martine van Lingen, huisarts en sprakemakend raadslid hier in Nieuw-West. Geen goed is, behalve Allah. Behalve Allah. En dat Mohammed. En dat Mohammed. Zijn dienaar. Zijn dienaar. En zijn boodschapper is. En zijn boodschapper is. Mijn dochter vindt in deze periode van haar leven de antwoorden op levensvragen als waar gaan we naartoe, waar komen we vandaan, wat moet ik hier allemaal, in de Koran. En dat doet ze wholeheartedly, zoals de Engelsen zeggen, en in volle vrijheid. Zie jullie niet hoe Allah de zeven hemelen het een boven de ander geschapen heeft? Mooi, hè? Mooi, dat vind ik zo mooi. Welke sura is dat? 71:15. Oh ja, klopt. Ja. Martine, sorry, maar dan ga ik het je toch nog een keer vragen, maar wat doet het dan met jou? Maar dat stond dus ook, dat stond ook in de Koran. Niet eigenlijk gewoon in de lucht, maar dat stond dus in de Koran al zoveel jaar geleden, daar komen ze nu pas achter. Ja, maar ze dus bedoelen of de zeven lagen van de hemel zijn. Ik vind dat goed. Ik sta erachter. Laat het eigenlijk in de lucht. Ja, in de lucht. In die tijd Koran al zo. Sorry, maar... Ja jongens, dat is even schrikken, hè? Dus je bent gewoon een trotse moeder? Ja. Oké, Ika. Schiet